This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is, however, not the BBC. Daily Minutes, 12 februari 2022. Nee, 2023. Dit is helemaal mooi. Dit is het bulletin van zondag. Het is net over 12, dus het is net zondag. Ja, ik heb de afgelopen weken meerdere keren een Daily Minutes ingesproken. Inmiddels is een hoop van de informatie daaruit achterhaald. Het waren wat tumultueuze weken de afgelopen weken. Het was erg druk qua werk en ik had helemaal geen tijd om wat ook aan de hobby te doen. Ik heb al een paar dingen gedaan, maar dat mag eigenlijk geen naam hebben. De bridge die is kapot gegaan, de chatserver is kapot gegaan en ik had geen enkele tijd om eraan te besteden om dat maar te repareren. En eigenlijk heb ik nog steeds de energie niet helemaal weer, maar goed, het was tumultueus. Er is iets wat ik volgens mij nog niet in de podcast vertelde, maar een week of drie geleden, misschien is het vier weken geleden, kreeg ik ineens hartkloppingen en bleek ik hartritmestoornissen te hebben. Dat speelt wel mee bij het niet beschikbaar zijn, want ik heb het sindsdien kalmer aangedaan en ik heb een aantal dingen op mijn agenda geschrapt en eigenlijk alleen de noodzakelijke dingen gedaan. In ieder geval liep het met een sisser af, gelukkig. Waarschijnlijk is er geen behandeling nodig en waarschijnlijk is er gewoon iets heel onschuldigs aan de hand. In ieder geval had ik 's middags, het kan zijn dat ik het wel vertelde, maar ik weet het niet zeker omdat ik meerdere podcasts heb ingesproken en ik heb die misschien helemaal niet gepubliceerd. Maar in ieder geval op een middag had ik hartkloppingen terwijl ik me boos maakte over iets waar ik over mailde. Dat was op een zondag en ik dacht van nou, laat ik mijn bloeddruk maar even meten. Dat lijkt wat aan de hoge kant. Ik voel dat meestal. De huisarts die heeft mij bezworen dat je dat zelf niet kunt voelen. En ik weet eigenlijk heel zeker dat ik dat wel voel. Want als ik dat dan check op de meter, dan klopt dat ook inderdaad. In ieder geval was mijn bloeddruk wat aan de hoge kant, maar dat stelde eigenlijk niks voor. En mijn hartslag was ook niet super hoog, maar wel hoger dan ik het ooit gezien heb bij mij. Dus het was wel normaal, is dat allemaal voorbeeldig. Maar ik zag op het display van mijn bloeddrukmeter een vreemd symbooltje. En dat had ik nog niet eerder gezien. En ik vroeg me 's middags af van, heb ik dat ooit eerder gezien? En s'avonds dacht ik, nee, dat heb ik nooit eerder gezien. Dus ik ben toen in de handleiding gaan kijken, moest uitgebreid zoeken. En nee, goed, daar bleek dus dat erbij stond, bel direct de huisarts. Ja, daar moest ik ook naar zoeken. Dus ik vond het wel handig in een gebruiksaanwijzing dat goed vindbaar er staat, maar niet heus. En daarmee vond ik ook wel dat het misschien niet zo heel erg was. Dus ik heb het niet heel laconiek bekeken, maar toch wel met de nodige terughoudendheid. Maar ik heb wel, het was 22:50 s'avonds toen ik dat opzocht. Ik heb wel, het was in het weekend, wel meteen de huisartsenpost gebeld. En daar zeiden ze van nou, het heeft geen superhaast. Maar ga maandag of dinsdag naar de huisarts en laat er een hartfilmpje maken. Dus dat heb ik gedaan en daar kwam eigenlijk ook niet veel uit. Maar mijn hart slaat af en toe een puls over wat niet abnormaal is. Wat eigenlijk heel gebruikelijk is, wat bij mensen gebeurt. En dat wist ik ook dat dat gebeurde. Maar het is wel zo dat ik daardoor dat kon voelen. En het was toch ook zo van nou, misschien voor je eigen geruststelling of misschien ook om alles uit te sluiten, loop maar even een paar dagen met zo'n monitor rond. Nou, dat is ook gebeurd, een dag of vier. Daar kwam uit dat inderdaad de momenten waarop ik aangaf dat ik wat voelde, dat ik wat hartslagen voelde, dat waren inderdaad de momenten dat effect heeft optrad. Wat nogmaals heel onschuldig is, dus niks aan de hand. Als ik weer zo'n ritmestoornis heb die de bloeddrukmeter aangeeft, ja, dan moet ik inderdaad opnieuw contact opnemen. Dan is waarschijnlijk aanvullende medicatie of misschien aanvullende medicatie nodig. In ieder geval niks ernstigs. Maar ik heb me wel gerealiseerd, ik werk heel hard. En dat is niet goed zo hard, dus ik doe toch een tandje terug. Ik kan harder werken dan ooit in mijn leven op het moment, omdat mijn gezondheid veel beter is in de afgelopen 10, 15 jaar dan het ooit geweest is sinds mijn 12e. Dus ik geniet er geweldig van dat ik dat kan. Maar ik moet toch een tandje terug. En ik denk niet dat ik minder dingen hoef te doen. Ik heb zelfs al wat nieuwe projecten aangepakt. Maar ik ga het wel wat beter organiseren, zodat ik niet in tijdproblemen kom.
dat is eigenlijk in korte lijnen wat er aan de hand is. Er is het nodige gebeurd. Ja, wat er gebeurt is dat bijvoorbeeld, ik had een transceivertje besteld. Dat was voor een review ook. En dat heb ik inmiddels binnen en dat heb ik wel aangesloten. Ik luister eigenlijk altijd naar Morse als ik aan het werk ben. Heb ik dat altijd zachtjes aanstaan. Het staat nu ook aan 40 meter. Maar er is momenteel geen activiteit of frequentie waar ik luister. Vaak dan loop ik er langs als ik koffie zet of zo. En dan draai ik eventjes aan de afstemknop. In ieder geval, dat heb ik. Ik heb die ontvanger aangesloten en dat wel uitgeprobeerd. En nog een paar dingen. Iets anders is dat ik erachter kwam dat ik iets wat ik heel lang wilde. Ik ben al een jaar van plan dat ik denk van nou, het zou eigenlijk mooi zijn als met die meterbaken ook Whisper zou kunnen. Whisper, dan verschijn je op een kaart, maar veel belangrijker is dat het signaal veel verder draagt dan een simpel morsetoontje. En bleek dat er heel goedkoop een mogelijkheid was om aan een nieuw baken te komen dat zowel Whisper doet als CW. En volgens mij mag het van mijn vergunning ook. Ik heb er voor de zekerheid nog even kort gesloten met AT. Daar moet ik nog een antwoord op krijgen. Of RDI, zoals ze tegenwoordig heten. Maar in ieder geval, het baken dat is maandag gemaakt. En dat is op weg naar mij toe. En als de behuizing ook binnen is, wat maximaal 3 weken zou kunnen duren. Dus die zou ik over 2 weken moeten hebben ook. Dan kan ik het baken meteen aansluiten. Moet er nog wel wat dingen gebeuren, maar dat is niet spectaculair. En ik heb dan het nieuwe baken. Ik moet natuurlijk ook eerst nog van AT horen of de vergunning niet aangepast hoeft te worden. En of dat kan. Maar sowieso heb ik dan een nieuw baken. Wat weer een aantal jaren mee kan. Een beetje pijn in het hart neem ik afscheid van het oude baken. Dat niet weggaat. Maar gewoon als reserve blijft. Met het baken had ik gebouwd dat het minstens 25 jaar zou blijven werken. Dat was eigenlijk het plan. Maar uiteindelijk staat de oude hardware dus al 35 jaar in de lucht. En het werkt nog steeds. Nooit onderhoud aangepleegd, anders dan dat ik af en toe met een kwastje het stof verwijder van de behuizing. En ja, zo het een keer of 6 op dit adres uit het stopcontact geweest. Het eerste jaar stond hij op een ander adres nog, maar hij staat dus 34 jaar op dit adres. Maar goed, dat nieuwe baken moet nog een en ander gebeuren. Het is goed dat er een reserve is, want ik was al bang dat er geen tijd zou hebben. En ja, dit oude baken heb ik zelf helemaal ontworpen en gemaakt. Het is niet zo ingewikkeld, want zo'n baken zit niet zo ingewikkeld in elkaar. Het nieuwe baken, dat is gekocht. Het is wel een bouwpakket, maar het is niet door mij gemaakt. Dus dat is makkelijk, maar met de huidige drukte, dat had ook gewoon niet gegaan. Het is mooi dat het heel snel zo kan. Want anders dan had ik dat misschien nog jaren over gedaan en er was helemaal niks van terechtgekomen. En het voegt echt wel veel toe aan het propagatieonderzoek wat ik met baken wil doen. Dus dat is gewoon een goede ontwikkeling. Het leuke is dat hij ook nog meer modus aan kan. Dus misschien dat ik daar ook al mee kan experimenteren. Hij kan, ik weet zo snel niet meer wat hij allemaal aan kan. Eentje ervan is helschrijven. Dat is misschien wel grappig om hem ook de call in helschrijven te laten uitzenden. Maar dat gebeurt in ieder geval in Whisper en in Morse. Er zit een GPS-ontvanger in, dus dat is ook nog wel, ik geloof niet. Ik denk dat ik zelf eerder voor een tijdconstante gekozen zou hebben, zoals een atoomklok, wat ook kan. Maar dit is wel leuk dat het zo compleet is. Er zit een mooi display op, dus ook nog wel leuk. Kan ik lekker controleren of het allemaal klopt. Ik wil in ieder geval ook wel een permanente powermeter op hebben. En ik heb er een grotere eindtrap bij. Ik kan in eerste instantie op het baken gewoon ook werken. Maar voor de lange termijn wil ik er een eindtrap bij die veel meer vermogen aan kan. Het huidige baken heeft ook een eindtrap van, ik dacht, 25 watt of zo. Of 20. Maar in ieder geval, dat kan veel meer vermogen leveren dan de 300 milliwatt die eruit komt. En dat is de bedoeling om dat bij deze ook zo te doen, zodat hij flink lange tijd mee kan, hè. Ja, voor de rest ben ik niet aan veel zaken toegekomen. Het is echt alleen buffelen geweest. Title music is by Croatian artist Blasco and is published under Creative Commons. Disclaimer, everything in this podcast, including the accompanying material, as a principle, is basically all fiction. Although elements of reality may have been incorporated. For social media, I'm on Mastodon. Just search at PA0ETE. Deze uitzending wordt opgedragen aan Jurgen van den Broek, voor altijd de Joker van België.